kindjes kijken heel graag naar filmpjes. Met zo'n digibord wat ik heb is natuurlijk ook heel goed te doen. En over het algemeen merk ik als je een filmpje gaat kijken dat de aandacht heel gericht is. Hier zie je een meneer die zitten. Vissen. Hier zie je. Oké, nou let op hè. Wat zie je? Mannetje aan het vissen. En wat zie je dan? Wat heeft die meneer? Een vis. Een vis gevangen. Eerst is hij een rupsje. Dan heeft hij in zijn kokonnetje. En dan wordt het een prachtige vlinder. Ik vond het eigenlijk allemaal leuk. Dus, het was ook heel goed hanteerbaar. Je kon het goed laten zien aan de kinderen. Dus dat was ook prima. Toen hij begon te... Helemaal in het begin hoorden we hem snurken. Toen was hij nog aan het... slapen. Het leefde heel erg. En dan merk je ook, maakt de kleuters niet uit of ze het al een paar keer gezien hebben. Dat blijft. Ze blijven er dingetjes in zien. Ze identificeren zich met dingen uit het filmpje. Hè. Met die zon die zijn stralen afgooit en die dansjes doet. En van lieverlee zag je ze ook steeds meer mee gaan leven met die filmpjes en mee gaan bewegen. Had je gezien waar ze tanden mee ging poetsen? Ja, ik heb met de regenboog. Dora. Is dat echt voor het ontbijt, vind jij? In de stam woont een eekhoorn. Hij verzamelt nootjes terwijl de zon voorbij trekt aan de hemel. Door te draaien, heb je dat gezien dat het dan zo doordraaide? Dan draaide die weer naar donker en dan draaide die weer naar licht. Met die tandwielen, die heb ik de hele week in de klas gehad, dus daar hebben ze de hele tijd aan gedraaid. Dan heb ik hem een keer omgedraaid, zodat ze ook de achterkant zagen. Als die en dan gaat die. En wat gebeurt er als deze draait? Laat eens wat. Van mijn nek. Je hebt gemerkt dat de kinderen er ook heel enthousiast over waren. Het was ook een project wat heel goed te doen was. Hè? Er waren korte instructies. Je liet het filmpje zien, dan nog een spelletje tussendoor, dan nog een keer het filmpje. En ja, dat sprak de kinderen heel erg aan. Wow. Want ze kwamen allemaal door elkaar en meer door elkaar en meer. Ze hebben zich zeker verwonderd over wat er gebeurde. Er gebeurden natuurlijk hele ongewone dingen in die filmpjes, dingen die ze normaal niet zien in het echt. Dus wat dat betreft denk ik dat ze zich zeker verwonderd hebben, maar het heeft ook, ik denk dat er ook veel humor in zat. Hey, nou, ik vond het ook, want je zo schattig toen hij ze staat had. En dan zit er nog dankje bij het. Die hondjes maken vonden ze heel erg leuk. Dus ja, ik vond dit project heel geslaagd. Er zijn er ook wel eens waar ik wat minder enthousiast over ben, maar deze was gewoon top voor de kinderen. En toen deze knuffelen, toen deze high five. En toen kwam het toch allemaal goed.